Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik kan niet heel hard praten. Ik ben namelijk een beetje ziek. Ik weet niet of jullie het hoort. Maar het is einde van de maand mei. En dat betekent weer een opgemaakte video. Ik zit trouwens nu best wel op een vrij donker stukje in mijn kamer. Ik denk dat het ook wel te zien valt. Omdat ik op dit moment even geen goede plek heb met genoeg licht om het te laten zien. Om het te kunnen laten zien. Ik heb hier al mijn opgemaakte dingetjes in zitten. En het valt mee hoeveel het is. Voor mijn doen valt het mee, zou ik zeggen. Dus we gaan gewoon beginnen. En we gaan er gewoon een beetje snel doorheen. Want het is ook niet zo heel veel. En ik ga beginnen met iets wat geen beauty is. En dat is deze wasverzachter van Robijn. Die gebruik ik voor een intense geurbeleving collectie. Collection Robijn wasverzachter Paradise Secret. Deze heb ik opgemaakt. De wasmiddel is nog niet op. Ik denk dat die in juni wel in de video te zien is. Maar deze is helemaal op. Dat kan je ook hier zien. Dan heb je zo'n meting. Hij is echt helemaal op. Ik vind het trouwens wel erg lekker ruiken. Ik weet niet of ik het nu kan ruiken. Nee. Oké. Okay. Nee. Ik kan het nu dus niet ruiken. Want letterlijk alles. Mijn hele hoofd zit dicht. Doet pijn. Maar goed, deze. En ik gebruikte gewoon het hele dopje vol per wasbeurt eigenlijk. En dat beviel prima en dat ging goed. Dus ja, die is opgeraakt. En ik probeer qua wasmiddel van alles en nog wat uit trouwens. En ik weet dat het eigenlijk niet goed is voor je kleren, maar toch. Dan hebben we deze maand heb ik 2 deo's opgemaakt. Gebeurt niet snel, maar dat komt omdat in april had ik nog een deo in mijn kast staan. Ik weet niet of ik dat toen ook had gezegd. Die was bijna op, dat was namelijk deze. En ik heb dus nu ook deze erbij opgemaakt. Ja, ik hoef het jullie niet te vertellen. Dat heb ik al veel vaker laten zien. Dus ja, het ruikt gewoon lekker, werkt goed. En ik ben nou weer een beetje helemaal folk fan aan het worden. Wat hebben we dan? Dan heb ik voor mijn haar deze conditioner opgemaakt van Loving Blends, honing goud. Ik gebruik nu ook weer zoiets van Loving Blends, maar dan met avocado. Tenminste, dat moet ik toch gaan proberen. Dus ik ben benieuwd hoe dat is. Dit is voor nu eerst op en ik koop dit ook niet eerst weer, want ik heb nog heel veel shampoos en conditioners er liggen, wat ik toen allemaal gekregen heb natuurlijk. Maar ja, er zou vast nog wel wat in zitten, maar dat krijg je er nooit helemaal uit, helaas. Het ruikt lekker, het werkt nog steeds goed voor mijn haar. En ik ben er nog steeds helemaal enthousiast over. En mijn vriend ook trouwens, die vindt hem ook helemaal geweldig. Dan heb ik dit weekend een masker opgedaan met mijn vriend. En ik heb dit masker opgedaan, de Bubble Sheet Mask met houtskool. Dat is dus een bubbly mask. Ja, ik vond het wel fijn. Het heeft op zich ook wel goed voor mijn huid gewerkt. Ik heb niet echt heel veel puistjes meer de laatste tijd. Heel af en toe nog weer eens een keer één. Maar ja, dit haalde ik gewoon bij de Action weg. En dat probeer je dan gewoon een keer. Ik vind het in elk geval fijn. En ik heb het al wel vaker gebruikt. Dan heb ik deze gezichtscreme geprobeerd van Neutrogena Cellular Boost. Deze. En ik moet zeggen, er zit SPF 20 in. Ik ben hier best wel tevreden over eigenlijk. Het was best wel een fijne crème. En ook niet te dik of te plakkerig. Gewoon wel echt fijn. Dus ja, ik denk dat ik deze ooit wel een keer in een volledige verpakking ga bewaren. Of ga kopen. We zullen het zien. Wat heb ik dan opgemaakt? Oh ja, dan heb ik 1 face wash opgemaakt. Dat maak ik ook niet vaak op. Ik heb deze Nivea Men Protect and Care, sorry, verfrissende face wash opgemaakt met aloe vera. Want dit reinigt, verfrist en verzorgt de huid. Deze is helemaal op. Zit echt gewoon geen druppel meer in. Ik heb hem helemaal uitgeknepen. En dit is eigenlijk voor een mannenversie bedoeld. Maar dit was toch wel iets sterker dan andere face washes die ik gebruikte. Dus ik heb deze nu lekker opgemaakt. En ik gebruik nu in plaats van een face wash gebruik ik een face scrub. Die zullen jullie later nog wel een keer zien. Maar er is eindelijk weer een face wash opgemaakt. En ik vond deze wel fijn. Dan heb ik een douchegel opgemaakt. Namelijk deze Lady Million van Paco Rabanne.
douchegel. Die heb ik toen van mijn vriend gekregen. Ik heb hier namelijk ook de parfum van. Die heb ik toen van mijn vriend gekregen. En ik denk dat ik hem 5 keer heb gebruikt. Of 6 keer heb gebruikt. En hij is nu op. En ik gebruikte hem alleen maar voor speciale dagen. Dus bijvoorbeeld als we bij elkaar waren. Op de dag dat we weer een maand langer bij elkaar waren. Deed ik hem op. Op verjaardagen, kerst. Dat soort dingen. Dus ik had hem in november volgens mij gekregen vorig jaar. Dus kan je nagaan dat ik hem dus niet vaak heb gepakt. Vond ik zonde. Maar hij is nu wel op. Dus die. En hij ruikt wel echt. Hij ruikt wel echt heel erg lekker. Ja, nu niet meer. Want hij ligt hier op mijn zolder in die bak te wachten. En het is hier warm, dus dan gaat het niet echt lekker ervan ruiken. Maar hij rookt in elk geval super lekker. Dan heb ik nog een doucheproduct opgemaakt. Ik zeg geen douchegel, want het is geen douchegel. Ik heb deze Spa Exclusive Shooting Shower Foam opgemaakt van de Action. Die heb ik toen een keer meegenomen uit nieuwsgierigheid. En ja, ik zou hem niet weer kopen. Hij is wel prima en hij ruikt wel oké. Maar ja, de werking. Misschien ligt het ook aan dit pompje hoor, wat er toevallig bij mij wel op zit. Maar er komt meer gas uit, zeg maar, dan dat er normaal gesproken foam uit zou moeten komen. Dus ik zou deze niet weer halen bij de Action. Maar het was wel leuk om een keer geprobeerd te hebben. Niks bijzonders verder. Dan heb ik een dagcreme opgemaakt. Dat gebeurt ook niet vaak. Dat is deze I Can See Clearly Now Anti-Acne Mattifying Face Cream. Soothing and Moisturizing Alcohol en Oil Free Formule. Met salicylzuur. Dit komt ook gewoon bij de Action. Ik gebruik heel veel crampjes van de Action. Wat gewoon echt perfect werkt voor mij. Ook deze was heel fijn. Ja, dat het echt voor acne was, kan ik niet echt zeggen. Ik vond het wel gewoon, het werkte wel prima en oké. En ja, niks bijzonders. Gewoon wel een fijne crème. Ik zou hem niet per se weer opnieuw kopen. Ja, alleen als ik hem weer tegenkom en ik denk, oh, ik heb toch crème nodig, neem ik hem mee. Ja, weet je, ik ben met dagcremes niet zo moeilijk. Als ik er maar geen buisjes van krijg, dat is het bij mij. En ik gebruik nu een met aloe vera. Die bevalt mij tot nu toe ook wel goed. Ik heb hem vandaag voor het eerst gebruikt. En hij is wel lekker. Maar deze was ook wel fijn. Dus als je hem wil proberen en je gaat bij de Action, zoek dan dit zo'n soort tubetje op. Het werkt wel oké. Okay. En dan de laatste. En dat vind ik altijd ook het leukste om te laten zien. Omdat dat al helemaal bijna niet opgemaakt wordt. Is een parfum. Het is wel een kleine parfum. Namelijk deze Gucci Guilty. Ik heb hier ook een grote van. Maar dit was zeg maar zo'n meeneemrol parfum. Ik moet zeggen, hij ruikt niet meer zo lekker. Het is natuurlijk een roller. En met rollerparfums heb je heel vaak. Je bent aan het rollen, rollen. Dus viezigheid van je huid gaat op die roller. Komt in die parfum. Dus het gaat niet echt lekker ruiken. Wel heb ik hem helemaal opgemaakt. Ik had op het laatst wel zoiets van, ik vind hem niet meer zo lekker ruiken. Maar dan doe je gewoon maar wat meer op. Zodat wat nog wel een beetje lekker ruikt. Dat dat eruit komt. En dan uiteindelijk gaat het wel weer nou, over, zeg maar, die geur. Maar ja, ik zou niet zo eentje in een roller kopen. Als je zo'n Gucci, als je Gucci Guilty wil proberen, neem gewoon gelijk een grote flacon. Als je hem niet lekker vindt, verkoop hem gewoon. Maar ik zou dit niet doen, want dit gaat heel erg stinken. Dit was trouwens een 74 milliliter. Dus op zich ook nog best wel vrij groot. En ja, dit is ook de eerste parfum die ik deze maand heb opgemaakt. En ik heb deze nog niet zo heel lang. Ik denk dat ik deze, nou, niet zo heel lang. Ik heb nu bijna 9 maanden met mijn vriend. Ik heb woensdag 9 maanden met mijn vriend. Ja, oké, dan heb ik hem wel al zeker een half jaar. Ik heb hem zeker al wel een half jaar, ja. Dus half jaar later zijn we nu. En hij is op. Ja, dat is eigenlijk alles wat ik deze maand heb opgemaakt. Ik vind het persoonlijk best wel meevallen met hoeveel het is. Ik heb nu trouwens ook eindelijk die mascara weggegooid met die gekleurde dingetjes. Die ligt hier. Maar ik dacht, ja, die heb ik laatst al laten zien. Dus ja, die hoef ik niet weer te laten zien. Waarom heb ik hem weggegooid? Nou ja, ik denk persoonlijk dat hij niet meer goed is. Er komt ook nog maar heel weinig mascara van op. Hij is gewoon op. En als ik deze mascara opdoe, dan krijg ik geïrriteerde ogen. Of stukjes mascara die van mijn ogen vallen. Dus vandaar dat ik deze ook gewoon weg heb gegooid. Maar ik wou hem niet per se laten zien. Ja, dus ja, dat is eigenlijk alles wat ik deze maand heb opgemaakt. Het valt dus best nog wel mee. Maar ja,
Het is net wat je gewend bent. Ik heb soms maanden, helemaal in de zomer, dat heel veel producten opgemaakt worden. Maar ja, dan is de zomer voorbij. Dan ga je naar de winter, herfstachtig iets. En dan denk je van, ik maak gewoon echt helemaal niks op. Dus ja. Maar goed. Dit was het dus van de maand mei. Het valt dus best mee. Ik hoop wel dat jullie de video leuk vonden. Laat weten als je een van de producten zelf ook zou willen of willen proberen. En dan hoop ik dat jullie deze video leuk vonden. Doe een duimpje omhoog als dat zo is. En dan zie ik jullie graag weer bij de volgende video. Doei!